Hey, van harte welkom bij de wekelijkse vlog. En vandaag gaan we nadenken over waar is je brein goed voor? En hoe kom ik daarbij? Wij creatievelingen kunnen enorm goed ideeën verzinnen. Klopt toch? En we kunnen dat zo goed dat we soms verzuipen in die ideeën. En wat we ook heel goed kunnen, is zo bezig zijn met ideeën verzinnen, dat er uiteindelijk geen resultaten komen, omdat we blijven hangen in het ideeën verzinnen. En in het Engels hebben ze daar een mooi woord voor, dat noemen ze overthinking. Dus wat je eigenlijk gaat doen, is dat je scenario's doordenkt en doordenkt en doordenkt en doordenkt en doordenkt en doordenkt, waardoor je compleet bevriest. En dat je de worst case scenario's gaat bedenken. Of alle redenen gaat opzoeken waarom het niet kan. Nou, dat is wat er gebeurt wanneer je je brein niet laat doen waar het goed voor is. Waar we het dus vandaag over gaan hebben, is een iets dat in elk creatief proces speelt. Of je nou bezig bent met een muzikaal project, of je nou bezig bent met iets in je art, of dat je bezig bent met andere dingen, bijvoorbeeld het opbouwen van je business, of het aantrekken van de liefde van je leven, of je droomhuis, of whatever. Het onderliggende principe is met al die dingen hetzelfde. Goed, hoe gaat het namelijk in een creatief proces? En gaandeweg ga ik je wel vertellen hoe het dan gaat met dat brein en waar het thuis hoort. Goed, wat het is met een creatief proces? Eigenlijk komt het erop neer, je bent in positie A en je wil naar B. Waarbij A dit is en B is, pas niet eens meer in het scherm. En wat we vaak doen, is dat we onszelf in stappen proberen te bedenken naar positie B. Dat is ook wat er gebeurt als je doelen stelt. Ik heb daar in een vorige vlog al met je over nagedacht. Waarom doelen stellen op deze manier niet werkt. Wat er namelijk gebeurt is dat jij probeert om met het bewustzijn dat je nu hebt in positie A, probeer jij jezelf te hijsen, te duwen, te trekken naar positie B, waarin je bent. Maar dat werkt niet, omdat je voor die B een compleet ander bewustzijn nodig hebt. Je denkt daar anders, je voelt daar anders, je doet daar anders, je gelooft daar andere dingen. Want als dat niet zo was, was het niet die grotere versie. En met het bewustzijn wat je hebt in A, gaat het je gewoon niet lukken om daar te komen. You can't reason yourself there. Nou, wat doet ons brein nu? Die kan heel goed stapjes bedenken. Waardoor jij jezelf met heel veel moeite daarheen wil gaan hijsen. Maar goed, misschien ken je het wel, dat als je dan ergens mee bezig bent, bijvoorbeeld, ik ga een praktisch voorbeeld noemen. Wij zijn bezig met verschillende dingen opbouwen in ons leven op dit moment. En met wij bedoel ik Martijn en mij. Een ding waar we nu op dit moment mee bezig zijn, is het maken van ons album. En toen we daaraan begonnen, hadden wij daar echt wel een gevoel bij. Zo van, we voelden de potentie van wat het was. En it excited us. En we gingen er helemaal van aan. En we hadden daar best wel een beetje een vaag beeld bij. Maar het was veel meer een bepaalde energie waar we van aan gingen. Maar toen we eraan begonnen, hadden we eigenlijk nog geen idee hoe die liedjes zouden klinken. Waar het over zou moeten gaan. Wat de precieze stijl was. Hoe het zou klinken. Nou, noem al die dingen maar op. En nu gaandeweg wordt het steeds duidelijker. Dat is het creatieproces waarin wij zelf in zitten. En hoe hebben we dat nou aangepakt? En dit is iets dat doen we met alles in ons leven.
Toen we op het punt stonden dat we voelden we moeten gaan verhuizen, hebben we dat zo gedaan. Zo bouwen we onze businesses op. Nou, noem het maar op. Wat wij namelijk gaan doen, wij tappen in de energie van scenario B. We proberen ons niet vanuit A daarheen te hijsen, want dat is zwaar. En iets wat zwaar is, daar vertil je je aan en dat kost klauwen met energie. En dat heeft ook de neiging dat de touwtjes knappen en dat je weer terugveert en noem het maar op. Dus wat wij zijn gaan doen, wij zijn gaan intappen in de energie van B. En dit klinkt misschien compleet wonky. En ik weet dat dat ook zo is en je brein snapt dit niet. Maar je intuïtie wel. Want het hoe is niet aan jou. En met jou bedoel ik het bewustzijn wat je nu hebt. Het hoe, dat is aan iets wat groter is dan jij. En I don't care how you call it. Noem het creativiteit, inspiratie. Sommigen noemen het God, anderen noemen het universum. Of I don't care. Maar als je op weg gaat om iets te realiseren dat groter is dan jijzelf, dat groter is dan je huidige realiteit, is er iets dat je helpt. En je intuïtie, die helpt je daarbij. En wat er dan gebeurt, doordat je intapt op B, die energie van B, ga je dat naar je toe trekken en krijg je via je intuïtie stap voor stap inspiratie. Je krijgt inspiratie voor één stap. Zelfs al lijkt die compleet idioot op dat moment. Maar het is net als Klein Duimpje. Klein Duimpje hoefde alleen maar de steentjes te volgen, zodat hij uiteindelijk weer thuis kwam. Hij hoefde niet de hele route te weten en te visualiseren. Hoefde helemaal niet. Het enige wat hij maar hoefde te doen is, ik volg elke keer het volgende steentje en ik vertrouw erop dat mij dat brengt bij waar ik wil zijn. Namelijk in het geval van Klein Duimpje, thuis. Je intuïtie weet dus de weg, het hoe. En dat is overigens iets anders als het gevoel. Snap je? Er is een verschil tussen emotie en intuïtie. Kleuters, die reageren vanuit hun emotie. Maar intuïtie, dat is iets dat gaat daar, dat zit daaronder. Dat is ruimer dan emotie. Want emotie kan heel goed voortkomen uit je brein. Wat er namelijk gebeurt wanneer jij stap voor stap die breadcrumbs, die steentjes gaat volgen, dan gaat je innerlijke criticus iets van vinden. Die gaat gillen en die gaat de boel saboteren en die gaat de boel blokkeren en dat kan zich uiten in emoties. En nu komen we dus op je brein, hoe dat gaat. Je brein weet dus heel goed, zo begon ik al, hoe die problemen op moet lossen. Het probleem wordt als jij je brein aan het stuur zet van zo'n soort proces, dan gaat je brein geheid allerlei problemen creëren om op te lossen en die maken dat jij blijft in die situatie van A. Je brein is gemaakt eigenlijk om te zorgen dat je, en met je brein bedoel ik in dit geval eigenlijk je innerlijke criticus, die zit, je snapt wel, die gedachte in je hoofd. Die is gemaakt om jou te houden waar je op dit moment bent, om je veilig te houden. Ergens heb je de afspraak gemaakt met je innerlijke toeteraar, dit is hoe we de dingen doen, hoe ik de dingen doe. En zo gauw ik buiten die comfortzone kom, wil ik dat jij me dat laat weten en you need to kick in. En dat kan zijn door emoties, door gedachten, door dat je valt. Dat kan van alles zijn. Of overthinking. Dat is ook een prachtige manier natuurlijk van je brein om je te houden waar je bent. Maar hoe zou het zijn dat je je brein gaat laten doen waar het goed voor is, zonder dat hij aan het roer staat? En hoe doe je dat? Nu komen we bij de grote truc. Wat je namelijk mag gaan doen is vragen stellen. En waarom werkt dat?
De meeste mensen zijn geneigd om te denken in conclusies en oordelen en redenen waarom. Het is zus en zo en daarom kan het hier niet en daarom kan dat niet en daarom kan wel dit en bla, da, 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 da. We kunnen heel goed verhalen verzinnen en conclusies. Voel je dat je jezelf daar enorm mee vastzet? Met al die redenen waarom creëer je niet die grotere werkelijkheid waarvan jij weet dat die voor je mogelijk is. En de oplossing is dan, stel een vraag. En dan bedoel ik geen ja-nee vragen, dan bedoel ik een open vraag. Want op het moment dat jij een open vraag stelt en je laat het resultaat los en je laat gewoon via je intuïtie, via de inspiratie tot je komen wat mogelijke antwoorden zijn, dan openen zich allerlei mogelijkheden. En vervolgens kan jij uit al die mogelijkheden die verschijnen gaan kiezen diegene waar jij op dat moment het meest blij van wordt. En dat is uiteindelijk hoe je de steentjes volgt. Dus je stelt een vraag, er komen opties op je pad vanuit inspiratie. En met al die opties denk jij, van welke word ik het meest blij? Which one sparks joy? Welke voelt het licht? Whatever. En die ga je doen. En op die positie, als je daar dan bent, dan ga je weer die vraag stellen. Kijk, en welke vraag is nou in mijn optiek degene die altijd werkt? Dat is de vraag, wat is hier nog meer mogelijk? Want het leuke is, als je intapt in jouw grotere, ruimere werkelijkheid, jouw B. Het album dat wij voelden dat aan de horizon aan het verschijnen was. Op het moment dat wij daarop intapten en we gingen het voor ons zien en we gingen onze imagination gebruiken en we gingen steeds de vraag stellen, wat is hier nog meer mogelijk? Daar kwamen allerlei goede ideeën van. En vervolgens was het plan van aanpak dus om elke keer die inspiratie te volgen. Dus wat wij zijn gaan doen is aan het begin van de dag bezig zijn met die intentie die we gezet hadden. Wij gaan dat album maken. En we gingen hem ruiken, proeven, visualiseren, noem het allemaal maar op. Al die dingen waar ik het al eerder met je over gehad heb. En toen gingen we ons afvragen, gewoon heel concreet, en wat is er dan vandaag mogelijk? En soms was het zo dat er een flart van een tekst kwam, dat we een song gingen schrijven. Op het moment dat we merkten, hey, we hebben hier 15 songs. Toen kwam de inspiratie, maar deze 10, dat is samen een cohesive story en die gaan we uitwerken. En er kwam muziek op ons pad, wat we cool vonden en wat ons op het spoor zette van hoe het mocht gaan klinken. En er, noem het maar op. Dus, de weg van A naar B, waarbij B die ruimere werkelijkheid is, die kan je niet bedenken. Sterker nog, als je dat pad gaat, dan gaat je innerlijke criticus hoe dan ook gillen, dat is waar die voor is. Want je gaat buiten je comfortzone, want je gaat verruimen, you expand. Omdat die ruimere werkelijkheid nou eenmaal een groter bewustzijn van je vraagt. En om dat te kunnen doen, ga je in plaats van ik hijs mezelf van A naar B, ga je intappen op B en je trekt het als het ware naar het nu. Je gaat intappen in de toekomst en je gaat de toekomst naar hier brengen. En dan krijg je via je intuïtie, via inspiratie, elke keer een stapje te zien. En het enige wat jij maar hoeft te doen, is die stapjes te volgen en het vertrouwen hebben dat je dan dus daar komt. En je brein, die is dus bedoeld om opties op te roepen. Dat je gaat zeggen van, in ons geval, oké, stel je voor dat we dat album hebben gemaakt. Wat is er dan mogelijk? Wat zouden we ermee kunnen doen? En dan verschijnt er van alles en dan is het aan ons om te gaan intappen van which one sparks joy, want dat zegt iets over ons werkelijke verlangen.
Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Als je dit cool vindt, geef de video een like. En laat in de comments weten wat je hier uithaalt. En wat jij nu als volgende stap, als breadcrumb, als klein duimpjesteentje gaat doen. Okido, tot volgende week. En ik wens je veel plezier. Bye bye.